Welkom bij Millionaire Tycoon in Fortnite. En in deze game mode draait het allemaal om wie het meeste geld heeft. Iedereen heeft zijn eigen villa. En in deze villa moet jij muntjes verzamelen om personeel te huren. Zodat jij sneller en meer geld krijgt, oftewel muntjes. Maar ook heb jij muntjes nodig om kamers vrij te spelen in deze game mode. Zo heb jij een slaapkamer en badkamer, een zwembad en een tuin, een keuken en een kelder. Maar het belangrijkste is de wapenkamer en de kluis. Namelijk is het doel om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En deze punten krijg je door middel van kills te maken, maar ook door objecten vrij te spelen in deze game mode, oftewel in jouw huis. Ook kan jij iemand zijn lama stelen die zich bevindt in de kluis van zijn huis. Degene die als eerste 100 punten heeft bereikt is de Fortnite miljonair en heeft gewonnen. Heb jij er net zoveel zin in als ik, doe dan zeker dat duimpje omhoog op de video en laten we meteen beginnen. Oké, we zijn eindelijk aangekomen in de map van Millionaire Tycoon. Lotte en ik, zijn jullie er klaar voor? Sowieso. Oké, laten we meteen beginnen. Ik ga mijn huis binnen. Tijdens dit potje ga ik me meerdere keren muten, zodat hun mij niet horen. Oké, we pakken als eerste muntjes. Wat we namelijk moeten doen is zoveel mogelijk van deze coins, oftewel muntjes, verzamelen. Zodat wij bijvoorbeeld de butler kunnen upgraden, wat we nu al kunnen doen voor 5 muntjes. Maar ook bijvoorbeeld de pizza bezorger die hier buiten staat. Dit zijn allemaal mensen die voor jou gaan werken, waardoor jij dus sneller en meer muntjes krijgt. Zoals je kan zien heb je ook allemaal verschillende ruimtes. Hier vanaf level 3 kan je richting de keuken gaan. En hier kan je weer dingen unlocken. Dus laten we meteen genoeg muntjes verzamelen, zodat we level 3 halen en die kant op kunnen gaan. Oké, we hebben momenteel 23, 24, 25 muntjes. Deze game mode draait er namelijk om wie het rijkste wordt in Fortnite. Natuurlijk heb je ook in het hele huis allemaal unieke, oftewel zeldzame items staan, zoals je hier kan zien. Daar moet je ook een bepaald level voor zijn, namelijk een collectible item. En die kan je uiteindelijk ook kopen, waardoor je dus meer punten verzamelt. En die punten heb je nodig om natuurlijk eerste te worden. Zoals jullie rechtsbovenin onder de map kunnen zien, heb ik momenteel 0 punten. En punten krijg je door simpelweg dingen te unlocken, door collectibles te kopen, of door kills te maken, of misschien iemand zijn lama te stelen, want iedereen heeft een kluis in zijn villa. Dus dat zien jullie allemaal in deze video. Oké, we hebben nu 60 muntjes. Hoeveel munten hebben we hiervoor nodig? We moeten eerst level 3 zijn. Oké, we hebben nog veel meer nodig. Wacht, we kunnen de pizza bezorgen als het goed is al upgraden. Ja, die kost 25 muntjes. Let's go, jij werkt nu voor mij. Oké, dat betekent volgens mij dat we zometeen ook de keuken kunnen unlocken. En dat we dus die ruimte in kunnen gaan en daar ook weer mensen kunnen unlocken. Momenteel ben ik nog level 0. Oké, kom al maar op met die muntjes. Even kijken, kijk. We zijn level 3, 50 muntjes. De keuken is unlocked. Hier hebben we een schoonmaakster, die kunnen we unlocken voor 200 muntjes. En hier staat een chef en die kost 150. We hebben hier nog meer. Dit gaat naar de tuin. Daar moet je level 5 voor zijn. Hier level 4. En dan kan je naar de construction room, de badkamer en het zwembad. Dan heb je nog de wapenkamer, de kluis, een hackingplek en een theater. Wat staat hier nog meer? Level 5. Daar heb je ook weer een kamer. Oké, laten we snel meer muntjes verzamelen. Want we hebben dus als eerste 150 muntjes nodig om die chef te unlocken. We hebben al 110. Zoals je ziet, hoe meer ik nu heb unlocked, des te sneller ik muntjes krijg, oftewel coins. Dus de rijker ik word. Oké, we kunnen bijna de chef inhuren en dan gaan de muntjes nog sneller. Oké, nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, let's go. Iemand heeft een bounty op zich staan. Door middel van die persoon te killen, dat kan ik nu nog niet zien. Maar ik weet dat in de wapenkamer je op de tafel kan zien wie de bounty is. En als je dan de bounty killt, krijg je dus extra punten. Momenteel staat Lotte eerst met 4 punten samen met Nick. Ik ben momenteel nog level 3, dus ik moet snel wat inhalen. Ik heb nog 130 muntjes nodig om de schoonmaakster in te huren. Kom op muntjes, ga een stuk sneller. Maar zoals jullie kunnen zien, staat er links ook 330 momenteel. Als ik dan wegloop, dan komen er alsnog muntjes bij. Totdat ik weer muntjes oppak. Dat is dus omdat je allemaal werknemers nu hebt ingehuurd die voor jou werken. En dat kan nog een tuinman worden en nog een schoonmaakster. Oké, 40 muntjes nodig. En ik moet ervoor zorgen dat ik tijdens dit potje de wapenkamer unlock. Want daar draait het allemaal om. Want dan kan ik ook bij de andere huizen kijken. Hoe staat het er bij jullie ervoor? Ja, het gaat lekker. Ja, hoeveel muntjes hebben jullie al? 600. Bijna 600. Ja, maar rechts onderin? Oh, 150. Oké. Snappen jullie ook hoe alles werkt? De muntjes verzamelen en zo? Ja, als het goed is wel ja. Zover ik heb gezien, dingen allemaal vreespelen en zo dus. Ik zou in ieder geval jullie een tip geven. Hou je kluis goed in de gaten, jongens. Uh-oh. Want ik weet niet of jullie mijn koevoet hebben gezien in mijn handen. Maar die ga ik zeker gebruiken voor jullie kluizen. Nou, we moeten oppassen.
Kijk jongens, oké, ik heb mezelf weer even gemute. We kunnen nu naar de construction room en de slaapkamer en het zwembad. Zoals je hier kan zien heb je een construction room waar ze nog aan het werk zijn voor onderhoud. Dit wordt nog allemaal verbouwd. Dan heb je hier het zwembad. En hier kan je niet zoveel. Maar deze persoon kan je natuurlijk weer inhuren om weer meer muntjes te krijgen. En die kost 400 muntjes. Dan hebben we hier nog een kleine badkamer. En hier hebben we de slaapkamer. Hier kunnen we ook weer een uniek item, oftewel een collectible, kopen. Maar we hebben ook een hele benedenverdieping. Dus laten we daar meteen naartoe gaan. Dan gaan we zo de trap af. Daar hebben we namelijk de kelder. En voor ons zie je meteen die gigantische kluis. En een beveiliger die je kan inhuren. Die kost 350 muntjes. Hier kan ik een ander team hacken. Waardoor hun muntjes dus tijdelijk... waardoor ze dus tijdelijk geen muntjes meer krijgen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik de lama zoveel mogelijk bescherm. Als ik hem verlies, dan moet de tegenstander, oftewel Lotte of Nick, moet hem dan naar zijn kluis brengen. Dus dan pakt hij hem op, brengt hij hem naar zijn kluis en dan krijgt hij daarvoor punten. Maar stel het lukt me niet om de kluis te beschermen, dan krijg ik hem alsnog weer terug uiteindelijk, zodra hij de punten heeft gekregen. Dus daar heb ik een nieuwe kans. Oké, hier hebben we het theater met weer unieke items en dingen die we kunnen unlocken. En dan hebben we hier dus de wapenkamer. En hier kunnen we dus wapens kopen voor bepaalde muntjes, zoals je kan zien. 50 muntjes. En dan heb je al meteen wapens. Dus ik ga deze wapens snel pakken. En dan ga ik even iemand besluipen, denk ik. Ik kan hier ook wat kopen. Dus laat ik hier snel speed boots kopen. Dan loop ik wat sneller namelijk. En hier heb je een muur waar je dus boogiebombs en zo kan kopen. En van deze proximity mines. En natuurlijk chuck splash. Die hebben we misschien nodig als we in een gevecht komen. Dus we kopen de 5. Oké, laat ik snel nog wat muntjes verzamelen. Maar gelukkig krijgen we automatisch muntjes erbij. Maar laat ik snel wat muntjes verzamelen. Oké. Dan kunnen we de tuin unlocken. En dan hebben we hier nog een tuinman die we ook kunnen inhuren. Die kost 250 muntjes. Die hebben we nu. Dus die werkt nu voor ons. Daar hebben we weer een uniek item die we kunnen kopen. En daar krijgen we natuurlijk ook punten voor. Maar ik zie dat ik momenteel derde sta. En Nick is hier. Wat doe jij hier bij mijn huis? Shit. Je wil mijn muntjes stelen, hè? Ja. Ik heb mezelf gemute. Laat ik naar Lotte's huis gaan om daar iets te stelen. Of nee, ik ga eerst naar dit huis. Ik wil heel zachtjes die kant op gaan. Oh, dit is hier, man. Nee, nee, nee! Nee! Dit was dus niks in huis. En die heb ik natuurlijk net gekild. Dus hij was al meteen thuis. Oh mijn god. Oké, snel, we pakken onze muntjes. Hij verwacht nooit dat we het een tweede keer gaan doen. Hij staat bij de muntjes. Gaan we hem nu killen? Of gaan we wachten tot hij wegloopt? Ik denk dat we hem gaan killen en dat we gaan rennen naar de... Nee, hij gaat weg. Hij gaat weg. Oh, heeft u mij gezien? Oké, laten we hem killen en heel snel wegrennen. Naar zijn kluis. Shit! Shit! Snel rennen! Pak die lama! Oké, we hebben dus de lama gestolen. Hij weet dat we die hebben. Oké, snel weg hier. Oh nee. Oh, hij is heel low. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Oké, we blijven hier in de schachten. Oké, en wij zijn er via de schacht weer uitgegaan. Nu moeten we snel naar mijn thuisbasis. Zoals je hier kan zien, mijn basis. We moeten oppassen dat Lotte ons niet tegenkomt. Oké, snel moeten we naar onze kelder om die punten te krijgen. Oh nee, ik word beschoten. Ren naar de kluis, snel. Let's go, we staan momenteel eerste. Nee, Nick is hier. Hij komt natuurlijk voor wraak. Nee! Nee, hij gaat er nu vandoor. Met mijn juweel. Met mijn lama. Uit mijn kluis. Snel, we upgraden de wapens. Ja, we hebben hem! We hebben hem gekild en daardoor heeft hij dus geen punten gekregen. Oké, wij moeten snel onze thuisbasis gaan upgraden. Ik koop dit erbij, een golden suit. Dan krijg ik 50 extra shield. Oké, zoals je hier kan zien op de tafel, zie je dat de bounty momenteel Lotte is. Dus Lotte moeten we killen voor die extra punten. En Lotte is net gekild. De bounty has been claimed by Nick. Ja, ons eerste collectible item, kunnen we die al kopen? Nee, level 9 moeten we daarvoor zijn. Oké, ik kan wel de werknemer boven inhuren, volgens mij. Daar heb ik nu genoeg muntjes voor. Die kosten 400. Kijk. En kunnen we hier nog meer inhuren? We hebben hier nog wel een geheime kamer. 50. Kijk, dan komen we in de badkamer. Hier hebben we ook weer iemand. Deze kost 250 muntjes. Oké, dat hebben we bijna. Zo, die werkt nu ook voor ons. Trouwens, hier nog de security guard. Beveiliger. Kijk, 350. Oké, ik sta nog met 1 punt voor op Nick. Dus ik moet snel dit gaan upgraden. Oké, ik heb nog 14, 10, 7. Ja. Oké, huren.
kijk. Collectibles unlocked. Buy them to get more score per minuut. Dus die collectibles moeten we kopen. We hebben dus muntjes nodig. Veel meer muntjes. Deze kost 250. Oké, okay, laten we daarvoor gaan. En daarna gaan we naar Lotte's huis om een juweel te stelen. Ik zie nu iemand lopen. Open straat. Dat is Lotte. Oh, nee, nee, nee. Nee. Oh, chip. Nee, nee, nee. Achter een boom. Oh mijn god, shit. Ik heb zoveel geluk. Oké, okay, we gaan via de garage bij Lotte, want Lotte heb ik net gekillt. Dit is volgens mij Lotte's huid. Oh mijn god, Lotte loopt daar in de tuin. Kijk, kijk, Lotte loopt daar. Sneaken, crouchen. Zo, met hoekje hier wachten. Niet. Kan ik shield bij haar kopen? Oh nee, misschien hoort ze dit. Oké, okay, we pakken snel de lama en we gaan er vandoor. Wacht ze dit? Dat ik hier via deze kant eruit ga? Oh mijn god, ik weet niet waar ze is. Huh, iemand is bij mijn juweel. Nee. Nee, ik heb Lotte's juweel. Nee! Nee! Oh mijn god. Dat was Nick. Niet eens Lotte die het juweel beschermde. Maar mijn juweel is weg. Oké, okay, let's go. Die hebben we. Ik hoor iemand in de luchtschachten. Ik hoor hier iemand. Die hondhoekje, nee! De boogiebom! Nee! Oh, hij heeft zichzelf ook geboogiebomd. Waar is die heen? Waar is die heen? Ik zie hem niet meer. Ik weet niet meer waar die is. We zijn bij Lotte's basis. We zijn bij Lotte's basis. Waar is Lotte? Ik ben Lotte nog helemaal niet tegengekomen. Ik hoor schoten. Lotte, ben jij niet iets kwijt? Huh? Ik? Ja? Ben jij niet iets kwijt? Huh? Ben je bij mij? Hmm. Ben je bij mij thuis? Nee, nee, nee. Iemand staat op de dak. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kom maar pushen. Het gaat je leven kosten. Uh-oh. Nick is hier. Pak Nick. Oh, nee. Oké. Okay. Wij gaan snel naar de kelder. Wij claimen snel die punten. Kom op. Lekker. Oké, okay, wat we nu gaan doen, slimmer spelen. Want wat hun niet doen, is hun kopen niet de unieke, zeldzame items. En wij gaan dat wel doen. Kijk, de pooltafel kopen we. Deze hoort nu bij ons. Dan krijgen we alleen maar meer punten per minuut. Dat kunnen we hier nog allemaal kopen. Er waren nog meer unieke items die we konden kopen. We moeten even snel door het huis heen gaan. Kijk wat we allemaal kunnen kopen. Kijk hier. Een auto, de supercar. Die kopen we ook. En hebben we hier nog wat staan? Even kijken. Dit hebben we allemaal gehad. Oké, okay, laten we naar boven gaan. Boven hebben we, als het goed is, nog een uniek item. Ja, hier. Kijk. Een fossiel. Die kopen we ook. Ik zie iemand daar lopen hiervoor. Lotte. Oh. Lotte gaat naar Nick toe. Volgens mij hebben we alle unieke items gekocht in dit huis. Even kijken of hier nog wat is. Hier is niks. Hier beneden hebben we hier nog wat. Ja, in de tuin. Het bad eentje natuurlijk. En hier een treasure sandbox. Oftewel een zandkasteel met allemaal goudstaven erin. En hier het mega grote eentje. Opblaas eentje, die kopen we ook. Hier nog meer. Niks. Okay, laten we het huis weer ingaan. We hebben 78 punten. Ik ga naar mijn kelder. Ik ga me klaarmaken voor een grote strijd. Oké, okay, mijn lama ligt daar. Dus niks is aan de hand. We kunnen legendary wapens kopen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Oké, okay, ik denk dat ik ga voor deze. Deze. Dat is ook geen lastige keuze natuurlijk. Deze. En dan moeten we hier nog iets van hebben. Hier. Oh, moet ik het wel allemaal oppakken? Oh, ik weet iets. Ik koop deze dingen. Kijk, dit gaan ze nooit verwachten. Dit gaan ze nooit verwachten. Ik ga allemaal bommen hier neerleggen. Kijk, hier zo. En dan hier op het dak. Oh mijn god, dat verwacht hij nooit. Kijk, dan gooi je hier ook. Oh, heeft hij dat gezien? Dat heeft hij denk ik niet gezien. Oh, oké. Okay, hij denkt dat hij mijn low heeft. Nee! We hebben hem gehit daarmee. En gehit daarmee. Oh, hij is heel low. Snel, wij moeten ook healing kopen. We hebben hem. Dacht het even niet, Nick. Ja, daar ga je. Lekker dansen. Lekker dansen. En dood. Oh mijn god jongens, ik moet nog 6 punten en dan heb ik gewonnen. Ik denk dat we voor de laatste keer gaan voor een lama. We moeten iemands lama stelen. Oké, okay, ik hoor schoten hier rechts. Oké, okay, dan gaan wij snel naar links. Wij gaan deze kant op. Oh nee, Lotte is gekild. Oh, wat staat hier? Dansen, nee. Lotte. Ga maar mee met de kelder. Oh nee. Ik pak je, Dennis. Nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Rennen! Nee, ze zit achter me aan.
Nee! Ik heb je... Nee! Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Nee! Dennis, de winner nummer 1. Oh mijn god. Nick, jij bent tweede en Lotte derde. Jullie hebben echt super goed gespeeld. GG. Maar zoals je kan zien, er kan er maar één de beste zijn en de rijkste in Fortnite. En dat ben ik. Dus een leuk dansje voor jullie. Nou, wat een leuk dansje zeg. Mochten jullie deze game mode ook net zo leuk vinden als ik, doe dan zeker dat duimpje omhoog op de video. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer later.